Wil jij dit geweldige product nu ook winnen? Gouden knooien aan de voorkant. Kijk, Fleur kan er heel makkelijk in bewegen, zoals je ziet. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op het kanaal van Horse Video. Vandaag ga ik jullie alles vertellen over deze dekens en wat je kan doen tegen zomerkriebels bij je paard. Als eerste ga ik jullie wat vertellen over de deken die Fleur op heeft. Dit is namelijk de Bucas Bus Overeen Zebra Full Neck. En deze deken heeft Bucas nog niet zo heel lang op de markt. Het is een hele fijne deken. Hij zit heel mooi met schouderknooien aan de voorkant. Kijk, Fleur kan er heel makkelijk in bewegen zoals je ziet. Wat speciaal is aan deze deken is dat hij eigenlijk voor alle weersomstandigheden is. Zo heeft hij de bovenkant, ja, in de naam zegt het al, reen. Dus tegen de regen. En de onderkant is dus van vliegenstof. Dit houdt dus de vliegen tegen en zorgt dat het goed ventilerend is. Ook is de bovenkant UV-weren, dus dat betekent dat je paard het minder snel warm krijgt in deze deken, omdat hij de zon afweert. En als het een beetje koud is, dan zorgt het juist dat het eronder maar lekker warm blijft. En intussen loopt de Fleur weg. De deken heeft een hele mooie buikflap aan. Nou, wilkoorden. En daardoor zit je eigenlijk super mooi. Ook heeft hij een kleine frontriem hier bij de nek. En die frontriem zorgt ervoor dat de hals, als er aan grazen zijn, netjes omlaag blijft zitten. Nou ja, ze kunnen super makkelijk bewegen in deze deken zoals je ziet. Pas. Pas. Netjes. Pas. Heel goed. Ze kunnen echt makkelijk bewegen in deze deken. En zelf vind ik dat hij heel mooi zit. Nou, nu sta ik bij kleine Piniwien. En Pien heeft de Bucas Eczeem Deken Sweet Itch Zebra op. De zebrastrepen zorgen voor een beetje verwarring bij de insecten. En deze is extra dicht, wat dichtere stof, waardoor de kleine mugjes en zo er niet bij kunnen komen. Verder zit hij ook heel mooi, hij heeft ook een buikflap. En wat het fijn is aan deze deken. Normale eczeemdekens zijn vaak helemaal echt afgesloten en overal rondom de benen en zo. En deze heeft toch iets van een vliegendeken weg, waardoor die wat losser zit en wat ventilerender is. En die kan ook heel goed bewegen in deze deken door de mooie schoudervrijheid. Hoppas. Oeh, netjes. Oh. Goed zo. Ja, we zien dat ze. Pien heeft ook nog een heel mooi vliegenmasker op. Dit is de Bucas Bus op No Ears. En No Ears staat natuurlijk voor dat de oren gewoon vrij zijn. Daar zitten gewoon gaten in, zeg maar. Dit masker is een beetje deluxe omdat er een extra kinbandje aan zit. Hij loopt wat verder over de neus heen. En het kijkgedeelte, zeg maar, daar kunnen ze goed doorheen kijken. Maar zorgt wel voor 75% UV-bescherming tegen de zon. Pien heeft regelmatig in de zomer een ontstoken oogje. En daarom heb ik voor haar een vliegenmasker. En eigenlijk heeft ze er helemaal geen last van, zoals je ziet. Ze wil vooral snoepjes. Ook heeft Horse Feed Shop verschillende paardenparfums en paardengeurtjes. En dit zorgt ervoor dat het de geur van je paard maskeert. En dat ze minder last hebben van zomerkriebels. Daarnaast gebruik ik voor Pien Pinecto Plus. Dit omdat zij extreem veel last heeft van zomerkriebels. Ze schuurt dan ook heel erg en maakt gewoon haar manen en zo kapot. En dat is natuurlijk heel erg zonde. Dus ik gebruik nu sinds ongeveer 2 jaar nu Pinecto Plus. En dit werkt super goed. Ze schuurt niet meer, ze heeft nergens meer last van. Het verschilt natuurlijk wel per paard hoe ze erop reageren. Pinecto Plus is dus een aanvullend biervoeder, een soort supplement. Dit beschermt dus uw paard tegen allerlei beten van verschillende insecten, zodat ze geen last meer hebben van zomerkriebels. Ik voer Pien 1 maatschepje per dag. Er staat ook op de gebruiksaanwijziging hoeveel jij je paard moet geven. In de eerste week geef je wat meer om het echt een boost te geven. En daarna kun je het op 1 of 2 maatschepjes per dag mee doen. Toen ik hiermee begon werkte ik bij Pien nog niet zo heel goed. Dit omdat ik nog voer gaf aan Pien.
waar heel veel suikers in zaten en melassen. Nu geef ik suiker en melassenvrij voer samen met Vinectin Plus en dat is echt de oplossing voor ons. Dit is dus een suikervrije slobber die ik voer. Ik voer het in een slobber omdat Pien de poeder anders laat liggen. En dan doe ik één maatschepje. En dat mixen ik door elkaar. Wil jij dit geweldige product nu ook winnen? En heeft jouw paard misschien ook last van zomerkriebels? Laat het dan weten hieronder in de reacties waarom jij dit product wil winnen. Abonneer nog even op het kanaal van Horse Fit Shop. En wie weet heb jij dit binnenkort bij jou thuis. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!